Maar liefst 44 Leidse bruidsparen werden maandagmiddag ontvangen door burgemeester Lenfrink in de Hooglandse Kerk. Het was weer tijd voor de jaarlijkse bruidsparenmiddag. Op deze manier willen de burgemeester en de aanwezige wethouders de langgetrouwden van dit jaar allemaal in één keer feliciteren. Dit doen we eigenlijk al voor zover ik me kan herinneren, zolang ik burgemeester ben en eigenlijk daarvoor ook al. En het is altijd een enorm feest. Vroeger deden we dat in het stadhuis, maar er zijn te veel bruidsparen om allemaal in het stadhuis te ontvangen. Dus doen we dat hier in de Hooglandse Kerk. Tijdens de middag nemen de burgemeester en wethouders de tijd om met ieder paar in gesprek te gaan. Het zijn altijd hele leuke gesprekken. Het zijn vaak gesprekken over hoe ze elkaar hebben leren kennen. Dat zijn echt hele verschillende verhalen. Van de korfbalvereniging of heel klassiek hier op de Stijfselbaan. Dat jongens en de meisjes heen en weer liepen en dan elkaar tegenkwamen. Dan sprak je de ander aan en dan maar hopen dat je een afspraakje kon maken voor een volgende keer. Nou, het zijn hele leuke dingen om dat mee te maken. Of bij de toneelvereniging. Ik heb al zoveel verhalen gehoord. Dat is verschrikkelijk leuk. En wat je merkt is dat de mensen hebben allemaal goede zin en dat is ook heel fijn. De Leidse bruidsparen zijn dit jaar 60, 65 of 70 plus jaar gelukkig getrouwd. En dat geluk is in al die jaren niet weggegaan. Nou ja, omdat we 60 jaar getrouwd zijn. Nou, wij zijn dus 60 jaar getrouwd. Ja. Gelukkig nog wel. Beide, beide. Ja toch? Ja, ja, ja. Oké, stralen we toch uit. Even bevestigen. Ik heb ze ontmoet met 3 oktober. Want ik kom zelf uit Amsterdam. Ik ben met een Leidse vrouw getrouwd. Ja, hele goede keuze. Gaat nog steeds goed hoor. Maar wat is nou het geheim van een gelukkig huwelijk? Het geheim? Ja. Geven en nemen. Geven. Meer geven dan nemen.